Goedemiddag traders, dit is de marktanalyse van woensdag 22 augustus. Het is nu 2:30 en we gaan weer naar de markten kijken zoals gebruikelijk. Voordat we dat doen, nog even een bericht inzake de driedaagse tradingcursus waarvan de datum bekend is. Hebben jullie misschien ook de aankondiging gezien en de aankondiging volgt ook na deze vlog. Dat doe ik nu standaard de volgende weken. Die cursus is op 2, 3 en 4 november aanstaande in Hotel Nuland. Vrijdag, zaterdag, zondag van 9 tot 5. En als je aan wilt melden, stuur mij een e-mail. Informatie staat op de site ook nog en ook in de aankondiging. Maar wees maar snel, want we hebben inmiddels al 8 aanmeldingen. En ik hanteer een maximum van 12, 13, max 14 om de groep toch relatief klein te houden. Dus je ziet dat het aardig aan oploopt. Dus denk er niet al te lang over na, want het kan zomaar zijn dat die groep binnenkort vol is. Enfin, we gaan beginnen met de Dow. En links naar de daggrafiek. We zien hier 20 juli de dagcyclus. We zien nu een dagcyclus op 15 augustus jongleden. Dat was de dag dat ik de vorige vlog had gezet. Nou, en dit is een interessante dag, want ik zal even naartoe scrollen. Zo zag de dag eruit toen ik de vlog insprak, maar wel zonder die lange candle. En toen gaf ik aan, nou, ik verwacht nog een daling. En als je short wilt, dan kun je onder die GBI, deze kleine inside bar, in principe short gaan. Eerste koers is rond 25.000. Daar neem je dan een stuk van de positie weg. Dus die, daar neem je winst. En met die winst financier je feitelijk de stop op 24.000. Voor de rest van de positie, want daar ligt je stop. Mocht de koers daar dus uiteindelijk weer boven komen. Nou, dat was in die zin, de analyse was goed. Alleen de timing was een beetje ongelukkig. Waarom? Een uur later was de koers namelijk al naar 25.000 gedaald. Dus in de praktijk had je daar niet zo heel veel aan. Ja goed, dat is gewoon pech dat de koers zo snel 200 punten daalt. Nog voordat Wall Street eigenlijk open ging. Dat kon ik natuurlijk ook niet vermoeden. En uiteindelijk bleef dus deze lange candle over. Dus eigenlijk, deze candle was dus eerst helemaal rood. En we zien op die 25.000, iets daaronder, kwamen er weer kopers in de markt. We zagen dat is ook een belangrijk niveau hier. En dit markeerde dus de facto de dagcyclusbodem. Nou, en we zien dat die opwaartse trend hier toch vrij sterk is. En dat laatste verbaast me wel een beetje, want die correctie na die dagcyclusbodem toe, hier, dus deze top van de dagcyclusbodem, werd dus feitelijk ingeleid door die false break. Dus we zien hier de eerste helft van de dagcyclus, de tweede helft. Die tweede helft zagen we dus de top was een false break. En hieronder, dat was eigenlijk het mooiste verkoopsignaal. Uiteindelijk 25.000 naar de bodem. Nou, dan zagen we dat in één dag, feitelijk in één dag, met deze candle werden dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, nou laten we zeggen een 16, 17 dagen aan heen en weer weggeblazen. Dus dit was een enorm krachtige bull elephant. Een zeer krachtig begin van de dagcyclus. En waar staan we nu? We staan nu, dan kijken we even rechts, aan de bovenkant feitelijk van die training range. Die training range bestaat feitelijk, zou ik kunnen zeggen, uit een aantal niveaus. We kunnen deze bodies hier met elkaar verbinden. Zien we hier, zeg maar 25.500, 25.850. Daarboven is dit niveau belangrijk. Nou, het feit dat de dagcyclusbodem zo krachtig begonnen is, suggereert dat de kans vrij groot is dat wij dit niveau alsnog kunnen gaan testen. Dit is wel het begin geweest van trouble,
van die daling naar zeg maar 23.000. Dus ik kan me voorstellen dat in deze zone uiteindelijk toch wel aardig wat weerstand zal optreden. Maar goed, dat is voor latere zorg. Voor nu geldt dat de markt feitelijk boven dit niveau moet blijven. Zeg maar boven de 25.600 plus minus een enkele tientallen puntjes. Dus we hebben laten we zeggen een 200 punten ruimte op slotbasis. Zolang we daar boven blijven en laten we zeggen we zouden hier een beetje gaan consolideren, dan is het nog steeds redelijk waarschijnlijk dat wij nog één beweging minimaal omhoog krijgen. Weten we het zeker? Nee, dat weten we natuurlijk niet zeker. Wat ik natuurlijk het liefste wil zien voor een uitbraak is eigenlijk een consolidatie. Dus misschien nog één of twee inside bars. En dan een uitbraak, dan dat we meteen uitbreken omdat de koers nu feitelijk van de 25.800 punten gestegen is. En dan is een directe uitbraak minder waarschijnlijk. Uitbraken zijn op zich waarschijnlijker op het moment dat je een aantal dagen consolidatie hebt gehad. Dat zie je bijvoorbeeld hier ook. Kijk, hier ook de koers is fors gestegen, consolideert even en kan daarna verder stijgen. Maar goed, vooralsnog ziet het er redelijk bullish uit. Die 25.000 is ook niet gebroken op slotbasis. Dat was eigenlijk ons niveau voor de langere termijn. Om bearish te worden, dat is dus niet gebeurd. We zijn hier krachtig opgeveerd. Zolang we hierboven blijven op slotbasis, ziet het er feitelijk allemaal redelijk bullish uit. Nou, dan gaan we naar de DAX. Even kijken. Oké, de DAX. Nou, de DAX, een beetje hetzelfde verhaal. Woensdag had ik die analyse gemaakt. Binnen een uur daarna had de DAX het tweede koersdoel gehaald. Dat ik had ook aangewezen, 12.100. En toen gaf ik aan, nou, als het nou echt extreem wordt, dan kan die zeg maar 11.8, 11.7. Dat is dus niet gebeurd. Dus de bodem werd ook hier rond dit niveau gezet op 12.100. Nou, inmiddels is dus de dagcyclusbodem gezet. We noteren nu 2, 4, de 5e bar. Het begin is nog niet heel erg overtuigend. Je zou kunnen zeggen, er lijkt hier dus wel wat mogelijke weerstand te zitten. Zeg maar in deze zone. Hier. Kijk, hier lijkt wat weerstand te zitten. Gisteren kwam de koers terug. Vandaag komt de koers hier weer terug. Dus zeg maar tussen 12.4 en 12.440 zo'n beetje. Daar lijkt toch een kleine horde te zitten. Dus zolang we daaronder zitten, is de dagcyclusbodem gezet. Maar ben ik nog niet uitgesproken bullish. Kijk, als je het plaatje even langer bekijkt en pakken we even de weekchart bij, dan is het gewoon zo dat deze markt nog steeds in een trading range zit. Kijk, hier onderkant dit, bovenkant hier. En we zien ook, opvallend, we zien dat de markt nu een soort contractie laat zien van bewegelijkheid. Je ziet dus de bewegingen binnen deze trading range worden kleiner. Nou, en normaal gesproken is dat dus een voorbode voor een grotere beweging. Waar gaat die grote beweging naartoe? Dat weet ik niet. Kijk, je zou kunnen zeggen, de hele lange trend is opwaarts. En dan vervolg je de lange opwaartse trend. En dat is dus omhoog. Maar goed, wat moet er dus gebeuren voor een opwaarts vervolg? Dan zouden we eigenlijk hier boven die 12.900, boven de 13.100. Dus eigenlijk zeg maar boven deze zone, zou je dan voor de lange termijn echt moeten uitbreken. Voor de korte termijn is dit een belangrijk niveau. Mochten we inderdaad nogmaals hier onder die low komen van de dagcyclusbodem, dan begint het verhaal nog steeds weer bearish. Hè. We zitten eigenlijk nu tegen de onderkant aan en dan kun je alsnog die 11.8, 11.7 testen. En stel dat je daar zelfs onder komt, ja, dan is dit gewoon een uitgebreide topformatie. Kortom, we zitten in een trading range. In een trading range is het altijd lastig traden. Daar wordt ook door traders over het algemeen veel geld verloren, omdat zij dan uitbraken handelen die niet doorzetten.
trendvolgende setups zijn daar ook niet altijd even betrouwbaar. Wat werkt binnen nou het beste? Over het algemeen handel op steun en weerstand. Nou, we zien alleen dat die steun en weerstanden, de echt relevante steun en weerstanden, die liggen relatief ver weg, behalve deze dan. Dus even samenvatten, DAX, nieuwe dagcyclusbodem gezet, begin is nog niet al te overtuigend. Zolang we eigenlijk niet boven, nou, zeg maar 12.430 gaan uitbreken, kunnen ze eventueel nieuwe lows volgen. Daarboven herstel tot 12.6, 12.7, 12.8, zeg maar hier deze ruimte. Maar op de langere termijn is het gewoon lastig traden, behalve voor hele korte posities in de DAX. Waarom? Omdat we hier in die grotere training range zitten, die dus nu steeds smaller wordt. Maar dat belooft mogelijk wel een interessante fase, omdat we hier die contractie zien van beweging, dus lage volatility. En we weten dat dat over het algemeen een voorbode is van een hogere volatiliteit. Goed, dan de laatste, dat is de Bund. In de Bund kennen we het verhaal inmiddels wel een beetje. Die spike en die top van deze beweging vormen zeg maar hier het begin van twee grote correcties. Dat heb ik hier ingetekend. Daar zijn we nu met de koers. De koers ging daar stevig naartoe. En ik ga vorige week aan, nou, volgens nog is het bullish. Waarom? Wat willen we uiteraard zien in die zone? Namelijk een duidelijke afkeer. Dus dat die koers daar verkopers tegenkomt. Nou, die zien we volgens nog niet. We zien dus juist hier eigenlijk een consolidatie. Dus we zien een krachtige stijging, consolidatie. Nou, op het moment dat we dus een consolidatie zien in een mogelijke zone, dan bestaat natuurlijk de kans dat je daarna gewoon gaat uitbreken. Daar kunnen we nu nog niet op voorsorteren. Waarom? We zijn nog niet uitgebroken. En als we naar de dagcyclus kijken, de huidige, dan tellen we nu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 weken. Nou, normaal gesproken, met de double stochastics die nog niet af is, zou ik zeggen, er is nog wel wat neerwaartse potentie. Dat kan op twee manieren. Of we gaan inderdaad nu naar de koers naar beneden. En logisch doel voor mij zou dan zijn, zeg maar ergens hier, dit niveau, zeg maar 100, wat is het, 162,40 zo'n beetje. Zeg maar een puntje omlaag. Of we gaan nog een aantal inside days hier neerzetten. Maar normaal gesproken zou je zeggen, komt er nog wat druk op de koers? Nou, de echte daling is hier nog niet begonnen. Het enige bearish is deze candle van eergisteren. Nou, uitbraak boven 163, nou zeg maar 164. Daar zou inderdaad de koers dan nog eventjes een sprong kunnen maken. Kijken we dan even in de week. Dan zou je zeggen, nou hoe waarschijnlijk is dat nou? Want laten we eventjes het perspectief bekijken. Dat is natuurlijk niet heel onbelangrijk. We zien hier de afstand van de koers ten opzichte van de korte en de lange MA-band. Dus de lange MA-band hier. En de korte MA-band hier. Nou, en je ziet dat als je terugkijkt, op het moment dat de koers eigenlijk altijd daarboven zit, ruim erboven zoals nu ook, dat uiteindelijk een soort reverse to the mean komt, een soort terugkeer naar het gemiddelde. Dus het is op zich niet logisch dat wij nu vanaf dit niveau, zo hoog boven de banden, nog een grote sprong maken. Maar goed, kijk, je weet het niet, we hebben ook hier een periode gehad, kijk hier, dat we heel lang boven die banden bleven, maar toen kwamen we in ieder geval elke keer weer terug tot die korte banden. Maar goed, een beweging vanaf een positie ruim boven de korte banden lijkt mij wat minder waarschijnlijk. Maar nogmaals, de markt bepaalt wat er gaat gebeuren. En de markt geeft nu aan, we hebben een consolidatie in die mogelijke weerstandszone. En we hebben volgens nog geen duidelijke ommekeer. Die hebben we eigenlijk nodig. Een slot onder de 163 ongeveer. En dan is hier zeg maar
Dit zou het eerste koers dus zijn. Dat kan dus nog steeds. Lijkt mij op zich, als ik naar de cyclus kijk, nu nog het meest waarschijnlijk dat we in ieder geval richting dit niveau ongeveer zouden gaan dalen. En dat we dan vanaf daar mogelijk weer een nieuwe aanloop nemen om deze zone nogmaals te gaan testen. Welkom, dit is de aankondiging van de driedaagse tradingcursus die begin november gaat plaatsvinden. En in deze aankondiging geef ik je even kort overzicht van wat je dan deze drie dagen mag verwachten. Voordat ik dat doe, misschien even interessant. Als je gaat googlen op tradingcursus, of beter nog gratis tradingcursus, dan kom je ongeveer een ruim 300.000 hits tegen, 300.000 resultaten. Dus hoe weet je nou welke goed en welke minder goed is? Nou, dat is bij heel veel dingen natuurlijk proefondervindelijk, want heel veel aanbieders beloven zeg maar gouden bergen, beloven prachtige resultaten. En inmiddels is dit eigenlijk een hele industrie geworden van mensen die cursussen, boeken, e-books en dergelijke gaan aanbieden. Dat is zelf niet mijn opzet. Ik ben professionele trader. En dat betekent dat trading voor mij voorop staat en dat ik het traden, vertreden van traders, van potentiële traders, dat doe ik erbij omdat ik het met name een leuke bezigheid vind. En ik vind het gewoon een uitdaging om mensen beter te maken op het gebied van trading. En het resulteert nu dat dit inmiddels het zesde jaar is dat ik dit doe en dat ik inmiddels ruim 140 mensen op deze driedaagse cursus heb gehad. En ik kan wel zeggen, en dat kun je ook in de referenties lezen op de site, dat verreweg de meesten zeer tevreden zijn over die cursus. Nou, wat gaan we dan over die cursus doen? Allereerst, die cursus is universeel toepasbaar voor wat we noemen daytrading en swingtrading. Nou, wat is het verschil? Daytrading, of daytraders handelen intraday. Dat betekent dus, zij nemen een positie in gedurende bijvoorbeeld de ochtend, de middag of de avond. En per definitie hebben zij dus aan het einde van die dag hun positie gesloten. Ze nemen dus een positie niet mee de nacht over naar de volgende dag. Dat doet een swingtrader wel. Die houdt dus een positie langer dan een dag aan. Dat kan 2 dagen duren, dat kan meerdere dagen duren. En soms zelfs meerdere weken. Dus de duur van de trade verschilt. Maar de methode die erachter ligt, dus hoe kom ik aan een trade, die is dus in grote lijnen hetzelfde. Dus vandaar dat je deze cursus voor beide doeleinden kunt gebruiken. Nou, wanneer is die cursus dan gepland? Begin november, exact te zijn op 2, 3 en 4 november, dat is een vrijdag, een zaterdag en een zondag, in Hotel Van der Valk in Nuland. Dat is vlakbij Den Bosch. En wat gaan we dan doen? Nou, een aantal punten, belangrijkste punten, geef ik in deze aankondiging even aan. Op de website kun je het hele programma nog eens keer nalezen, daar kom ik zo nog even op terug. We beginnen met een belangrijk onderdeel en dat is markttechniek. Markttechniek is feitelijk de uitleg over de structuur van de markt. Hoe zitten koersbewegingen in elkaar? Koersen bewegen namelijk in trends en in correcties. En je kunt bijvoorbeeld in deze grafiek zie je dat er een aantal trends zijn. Neerwaarts, opwaartse trend. En nog een opwaartse trend. Maar binnen deze grotere trends zie je alweer kleinere subtrends. In dit geval neerwaartse trends. Nou, in de uitleg van markttechniek gaan we dus in op de kenmerken van trend, een trendbeweging. Waarom is die trend belangrijk? En hoeveel trends zijn er eigenlijk? Maar we gaan nog een stap verder. We gaan ook kijken op een heel belangrijk principe, namelijk dat van steun en weerstand. Hoe komt steun en weerstand tot stand? Waarom is steun en weerstand belangrijk? Hoe kom ik aan belangrijke
steun- en weerstandsniveaus, die je hier ziet in de chart bijvoorbeeld. En met name, hoe kan ik daar het beste op handelen? Dus dat is een belangrijke bouwsteen van de cursus. Een ander belangrijk onderdeel, en je zou kunnen zeggen met de cyclustheorie vormt dit de kern van deze methode, dat is zogenaamde price action. Je kunt het ook vertalen in het handelen, het treden op een chart zonder bijkomende indicatoren, dus puur op de, zeg maar, de naakte chart. Wat je bij price action dus de facto doet, is je vraagt je af aan de hand van de bar chart, de candlestick chart, wie, met andere woorden, welke marktpartij is nu in controle? De kopers of de verkopers? Je ziet hier een ander voorbeeld, dus van een naakte chart, dus zonder indicatoren. En je probeert dus feitelijk middels price action uit te zoeken wie wanneer controle overneemt van de andere partij, dus de koper of de verkoper. En dan kijken we naar zaken zoals structuur, we kijken naar de vorm van de bars en we kijken ook naar zaken zoals bijvoorbeeld zogenaamde bear 180's die we daar zien, bullish en bearish pinbars. We kijken naar patronen die uit meerdere bars bestaan, meerdere koersbars, zoals zogenaamde fakey patronen, bull en bear elephant bars of zogenaamde red bar takeouts. Nou, dat zijn wellicht op dit niveau nog wat exotische namen, maar dat zijn hele belangrijke concepten en als je price action goed begrijpt, dan kun je zonder moeite op een chart zonder indicatoren goed traden. En dan is dus de stap die we daarna maken, namelijk het selectief toevoegen van een aantal indicatoren, die maakt het hele proces dus een stuk makkelijker. Dus price action is een heel belangrijk onderdeel en het vervolg daarop, zeg maar de tweede kern zou je kunnen zeggen van de methode, is de cyclustheorie. Vandaar ook dat mijn site cyclustrader.nl heet. Je zou kunnen zeggen het idee van laag kopen en hoog verkopen. Hier zie je een derde chart. In die chart staat een indicator. Dat is die cyclusindicator, die bestaat uit twee lijnen. En je zou kunnen zeggen als die hoog staat, dan is het een interessant moment om te kopen. En als die om te verkopen. Als die laag staat, dan is het een interessant moment om te verkopen. Dus een hoge stand geeft vaak een top aan. Een lage stand geeft vaak een bodem aan. Maar, dat is er kort door de bocht. Daar zijn wat additionele condities die ik uiteraard op de cursus ga uitleggen. Nou, we gaan dat dan uiteraard verder verfijnen met price action en andere indicatoren. Maar wat je dus feitelijk al hebt, is een methode die bestaat uit meerdere bouwstenen, dus zeg maar uit invalshoeken, en die vormen samen het grote geheel. En hier zie je nogmaals de punten waar de indicator hoog respectievelijk laag staat, en je ziet die punten terug in de chart. Daarop voortbordurend gaan we ook een aantal, dat zijn er twee, extra indicatoren erbij halen. Dat zijn de MA-banden en een extra filterindicator, de zogenaamde quick-indicator, om feitelijk de timing van bepaalde trades nog verder te verfijnen. Nou, dat zie je hier. Hier zie je dus de koersgrafiek. Daarin in de koersgrafiek de MA-banden, onder de koersgrafiek de cyclusindicator en daaronder de zogenaamde quick-indicator die als een soort extra filterindicator wordt gebruikt. En dit is de chart feitelijk waar ik ook mee handel. Nou,
Een volgend onderdeel waar we ook geruime tijd aandacht aan besteden is het onderdeel van multiple timeframes. Met andere woorden, dat zijn charts van verschillende lengte zou je kunnen zeggen. En een andere tijdinstelling. Bijvoorbeeld een dagchart, een weekchart en een maandchart voor een swingtrader. Of een 5 minuten chart, dus elke koersbar is 5 minuten. 15 minuten en 60 minuten chart voor de daytrader. Je leert dus dan feitelijk hoe de interactie verloopt tussen de charts, die verschillende timeframe charts, en wat je uit die hogere chart kunt halen, wat weer van belang is voor de kortere termijn trades. Dus je leert het samenspel tussen deze multiple timeframes, want dat is heel belangrijk, omdat op elk van die charts ook weer andere cycli actief zijn die elkaar kunnen beïnvloeden, die elkaar kunnen versterken of die elkaar kunnen afzwakken. Nou, er komen uiteraard ook zaken aan bod zoals money management. Oftewel, waar leg ik de stop? Waar leg ik koersdoelen? Hoe groot is mijn positie? En we gaan uitgebreid aandacht besteden aan de psychologie van traden. Waaronder het voorkomen van emotionele valkuilen. Waarom is tradingpsychologie zo ontzettend belangrijk? Omdat de methode is een relevant onderdeel, maar uiteindelijk struikelen de meeste traders over zichzelf en over hun eigen ego. Het is blijkbaar heel erg moeilijk om niet om kennis te vergaren, maar om die vergaarde kennis vervolgens om te zetten in een soort routine van handelen zonder daarbij na te denken. Wat je bijvoorbeeld met het lopen doet. Als je gaat lopen, dan denk je ook niet na dat je elke stap gaat zetten. Bij traden zie je dat wel. Heel veel traders zijn aan het traden en denken bij elke stap weer na. En door dat nadenken ontstaat twijfel en door dat twijfel ontstaan verschillende of vaak verkeerde keuzes die je maakt. Dus waar het feitelijk om gaat, is ook aan te geven hoe belangrijk die psychologie is en wat je eraan kunt doen om eigenlijk die emotionele valkuilen te vermijden. Nou, daar gaan we dus uitgebreid in en ik zal je ook laten zien hoe je een aantal van die valkuilen kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door het maken van een tradingjournaal. Een journaal van je trades, het bijhouden van spreadsheets met alle tradesgegevens en dergelijke. Die spreadsheet uiteraard ontvang je ook als apart bestand bij deze cursus samen met een heleboel andere nuttige bestanden. Nou, een belangrijk onderdeel is ook een setuplijst. Met andere woorden, alles wat ik bespreek, dus je zou kunnen zeggen de hele methode, die wordt samengevat in een soort schema waar je alle trades kunt vinden. Hier zie je dus de voorbeelden van die twee schema's voor de long en de short trades. Ik ga hier nu niet op detail in, maar elke mogelijke trade omvat dus een aantal stappen. En die stappen worden in dat schema weergegeven. Dus je probeert feitelijk de methode objectiever te maken met een aantal processen. Je probeert dus het traden proces gerelateerd te maken. Aan het schema zelf heb je niet zo heel veel aan als je de cursus dus niet hebt bestudeerd en als je de cursusmateriaal niet begrijpt. Dus dat schema dat krijgt dus ook waarde of paswaarde als je de afzonderlijke elementen van die methode, van die cursus hebt geleerd en hebt begrepen. Maar dat schema is dus heel erg handig, zeker voor de beginnende trader, omdat je heel snel de betreffende setups en de triggers kunt vinden. Nou, na de cursus is er ook nazorg. Wat betekent nazorg? Na een aantal weken waar je dus de tijd krijgt om het materiaal grondig te bestuderen, ga ik een tiental sessies opnemen. En die plaats ik op YouTube, op een besloten groep. En dat zijn eigenlijk opnames van trades die ik op die dag heb gedaan en die ik dan uitgebreid ga toelichten. Daarnaast is er ook toegang tot de traders chatroom. Dat is een chatroom op Telegram, waar traders die op die cursus zijn geweest toegang hebben. En inmiddels hebben wij zo'n ruim 90-tal traders die
actief of semi-actief aan het traden zijn en die dus meelezen in de chat en ook regelmatig zelf commentaren posten. En in de chat helpen we elkaar dus en leren we van elkaar, zoals bijvoorbeeld door het posten van trades, het stellen van vragen en het geven van opmerkingen. Goed, als je nu geïnteresseerd bent in de cursus, dan kun je alles nog eens keer nalezen op mijn website cyclustellen.nl. Daar wordt een link gezet naar de tradingcursus. Daar staan dus, het hele programma staat erop, ervaringen van oud-cursisten, locatie, de prijs, etc. Dus kijk even naar mijn site. En heb je interesse om op 2, 3 en 4 november te komen, stuur me dan even een mail naar m.arens@live.nl dat je wilt gaan deelnemen en ik ga een en ander voor je afhandelen. Heb je voorlopig geen interesse, geen probleem, blijf dan gewoon de vlog en de blog volgen en wellicht tot een volgende keer.